Hi, mede-kantoor-eigenaar. Dan mag ik mijn vriendinnen meenemen. Hallo, goedemorgen iedereen. De dag is al keigoed begonnen. Want Céline en ik hebben een kantoor. Woehoe! Het is officieel, we zijn net gaan tekenen. We hebben een kantoor voor Totally Too. Dus be prepared voor binnenkort shopping nights en shopping weekends. En ja, gewoon van alles. We zijn heel blij. Want we gaan straks vieren. Ik ben ondertussen even broodjes gaan halen. Hierin. Voor mij, voor Céline en voor Nick. Ik heb honger en ik dacht ik ga even stoppen. Dus ik hoop dat ze het lekker gaan vinden. Want ik heb zelf mijn keuzes gemaakt. Maar ik denk wel dat ze het oké gaan vinden. We hebben een kantoor! Ja! Yeah! Totally Too kantoor! Yeah! Yeah! Ik ben klaar bij Céline. En met de pakjes. Ik ga de pakjes nu wegbrengen naar de post. Dan ga ik nog even trainen. Het is ondertussen 3 uur. En dan ga ik me klaarmaken en zo. Want deze avond gaan we dus eten. Dus ja. Ik ben thuis van de fitness. Amai. Ja, ik heb geen schmink op. Maar keigoed gesport. Het was weer een goede fitnessbeurt, zal ik zeggen. Vorige keer was het iets minder toen ik ben geweest. Maar nu keigoed, dus ik ben kei blij. En nu even nog de mails aan het lezen. En ik ga me snel schminken, want over een 40 minuutjes moet ik klaarstaan. En dan komt Sam. En dan gaan we eten. Zoals ik deze morgen zei, we gaan eten om te vieren dat we een kantoor hebben. En we gaan dus eten met 241 in La Cucina de Gio. Als ik het goed zeg. Oké, jullie zullen zelfs zien waar ik ga eten. Ik ga even een beetje rijst met groenten eten om wat energie te krijgen en wat carbs binnen te krijgen. Want ja, binnen een uurtje eten we alweer. En ik weet dat dat veel pasta en zo gaat zijn. Kijk er wel naar uit. Trouwens, op de fitness maak ik best wel wat progress. Ja, nu is het natuurlijk wel avond. En heb ik al een hele dag gegeten. Maar mijn bovenkant ziet er al wel oké uit. Nu ga ik nog voor staalharde abs. Maar dat komt wel. Ik ben goed bezig, vind ik van mezelf. En ik voel me ook wel echt goed als ik heb geworkout. Dus dat is wel fijn. Oké, klaarmaken. Ik ben klaar om te vertrekken. Mijn hemdje is Bershka. Broek is... Oei, ziet mijn t-shirt. Broek is ook Bershka. Shoes zijn Totally Too. En mijn jas is van de Forever 21. Sam komt mij ophalen. Ik neem ook mijn laptop mee. Want we gaan daarna nog door naar Nick en Céline. Want we gaan nog wat brainstormen en zo. Dus na het eten zullen we waarschijnlijk nog wel hele avond bij Nick en Céline zijn. Wij zijn aangekomen bij het restaurant. Het is dus Cucina di Gio in Houthalen. Op de weg naar de... Gio. Gio, dat zeg ik toch? Ja. Gio. Oh, Gio. Gio. Daar staat toch Gio? Ja, Gio. Is dat Gio? Wat? Ja. Mijn onkel is Gio. Onkel Johnny. Gio. Noemen ze die John John. John John. Ja, Céline en Nick zijn er niet. Céline ze zitten weg fout, zomaar. Ja, die zegt dat hij dit adres heeft ingegeven, maar dat hij helemaal ergens anders zit. Dat is heel raar. Amateur. Okay. Amateurs. Nee. Wij gaan alvast binnen, hè? Ja. Let's go. Ma. Blijf bericht sturen. Céline, laat me rust. Laat me toch schuiven. We zijn hier dus al eens een keer komen eten. Ook met 241. Nu herinner ik het mij echt helemaal.
zo ziet het eruit. Super mooi. Ze zijn aangekomen. Hey, medekantoor-eigenaar. Op ons kantoor, hè? Super lekker, echt een aanrader. Ja. En dat is een 4-gangen menu trouwens. Oh my, ik zie er raar uit met dat licht nu. Dat is een 4-gangen menu. En dat is echt, ja, echt wel een aanrader voor die prijs ook zeker. En nu gaan we richting huis, want wij gaan slapen. Ik zijn muur. Jij ook? Ja. Maar je rijdt aan de verkeerde kant, hè? Ah. Oh god, een spookrijder gesignaleerd op de weg naar Zwaardberg. Mannekes, goed nieuws, hè? Ik mag met de auto rijden. En het is avond en er is niet zoveel valk op de baan, dus dat is kei tof. En hoe is het? Kijk, maar nu voel ik dat niet zo hard precies. Dat dat zo vooruit gaat, dat dat zo snel gaat. Maar nu rijd ik, ja, veel harder als in de week. En ik voel dat niet. Ja, dat is anders, hè. Ja. Tunnelke pakken, raamke open. Dat komt beter, hè. Ja, sorry. Nee. Nog niet zo goed. Doe maar voorzichtig. Nu snap niet te hard. Ik wel waarom dat jij altijd die lange weg naar huis neemt. Hoezo de lange weg? Ja, dit. Hier zijn we bijna direct thuis als je hier rechtdoor gaat. Ah, ja. Je gaat altijd rond. Ja, het is fijner om te rijden zo. Altijd als ik naast u zit, oh, waarom doet u dat? We zijn hier direct thuis. Nu ga ik ook deze weg nemen, zodat ik nog iets langer kan rijden. Oh, is dat zo leuk? Ja, ik vind het echt wel tof. Maar ja, hier staan de flitsen. Ja, past maar op, zonne. Deze auto is zo handig als je iets kwijt bent. Mijn kabel zit vast en Sam moet dat gans zoeken. Got it? Ja, woehoe, dank u. Heb ik het goed gedaan? Ja. Goed gedaan. Woehoe. Oei, we gaan de donker in. Oh. Gaat ons niet meer zien. Maar ik heb zelfs de garage ingereden. Hè. Hoe fier zijt je op mij? Ja, dat was wel spannend. Maar het is hier echt mega donker. Alles spannend, hè? Ja, dat is echt spannend. Hier ben ik tussenin gereden. Dat is zo'n. Ja, je ziet het niet te goed, maar dat is zo'n rare bocht. En ik heb het gedaan, hè. Dus vanaf nu mag ik alleen rijden met de auto. Dat was de laatste keer voor dit jaar. Mag ik mijn vriendinnen meenemen? Nooit. Zeg. Nee. No way. No way, nooit. Dat is maar een auto, Sam. Laat me ermee rijden. Dat is niet maar een auto. Ja, nee, dat is het kind. Maar een auto te maken. Zeg. Wij zijn thuis. Thuis. Hey, muf. Hey, twee witte koppen. Kom eens hier. Ja, witte kopje. Kom naar mij, Milks. Milks, kom naar mij. Ja, hey. Dag, baby. Hoe gaat het? Shelly. Hoe gaat het, mijn schatje? Shell. Shellyke. Kom eens hier. Shellyke, kom eens hier. Shelly. Hey. Dag, mijn schat. Kijk, mijn kleine schattenpoemel. Een beetje vuiltje. Eens kijken. Vuiltje. Ja, yeah, I know you don't like it, but there is something. Ja, yeah, dus. Ah, hier is het. Ik heb het.
Hé Lasse, kijk eens nu naar mij. Eens kijken hoe mooi dat je bent. Zeg het tegen mami. Ja, ze het zeggen tegen mami. Hé, hey. Dag schattepoemel. Nee? Zeg. Ik ruik zo naar benzine. Je hebt aan de auto aangeraakt. Het stuur. Kan dat? Nee. Mijn handen ruiken. Ja, mijn handen ruiken heel erg naar benzine, precies. Oké, we zijn thuis. Ik ben echt super moe. We gaan vandaag geen comment of the day doen, want we gaan direct slapen. En ik denk dat deze vlog echt al lang is. Dus maar morgen doen we er weer een natuurlijk. Sam? Ja? Slaap wel, hè? Ja, dag, hè. Wat zeg je? Slaap wel, iedereen. Joe. Joe, ook goed. Nee, ik wil slaap wel. Slaap wel, iedereen. En wij zien jullie. Mo!